Goedemorgen dames en heren van het internet. We zijn vandaag in Arnhem, want we gaan een filmpje maken met Joey Bakker. En Joey Bakker kennen jullie waarschijnlijk nog wel van de filmpjes met de technieken die we behandeld hebben bij Thor, de oude locatie van Thor nog. En vandaag ben ik in Arnhem om eens te kijken hoe zijn club eruit ziet, namelijk Primates, Outdoor en Survival Run. Ik ben heel benieuwd. Check it out. Alright, we zijn er bij de Primates Outdoor en Survival Run. Eerst moeten we maar eens even Joey op gaan zoeken. Kijk waar hij is. Oef, het zonnetje schijnt inmiddels en ik heb Joey gevonden. Hier is hij. Mooi waar we weer terug snel weg. Heel leuk. Hier zo eventjes een klein beetje loopverscholing. Ja. Wiltje af, wiltje op. We beginnen met triplings. Triplings kennen we misschien, ja. Misschien niet. Teenhak. Vanuit de armen zet je de frequentie. Dus niet je armen stil laten hangen, maar armen mee. En zorg ervoor dat je goed afrolt. Wat je hier allemaal hebt staan? Ja, per 1 september zijn we begonnen. We hebben de baan over kunnen nemen van Martijn Lasson van Odin. We hebben een baan, zo'n 30 meter misschien. We hebben alles voor beginners, voordat wedstrijdlopers kunnen zoveel mogelijk dingen op meerdere manieren doen. We proberen ook Ninja Warrior hindernissen een beetje in te verwerken. Daar kan je ook echt goede kracht mee opbouwen. Zoals bijvoorbeeld hier achter de rollade. Nou, kan je pakken als een pakladder. Eeuwig pakladder, maar je kan hem ook pakken als een rake. Een rake is dan met de ringen. En we hebben backboards, we hebben de ring slide. Wat je echt wel ziet in Ninja Warrior met twee van die ijzeren buizen waar je dan met twee ringen een beetje alle wegen op kan. We hebben gewoon echt het survival, hè? Onze oersport. Maar ook obstacle running wordt er gedaan. Dus eigenlijk van alles mogelijk. Bootcamp. Alright Joey, waar kunnen ze jou vinden? Wij zijn gevestigd in Zevenaar, vlak aan de snelweg. Daarachter ligt de snelweg al. Dus als je snelweg afrijdt bij gezondheidscentrum Bensports. Dat is een hele grote fitness. Je kan ons ook vinden op www.primates.nl en op onze Facebookpagina, Instagrampagina, Primates Outdoor. En dan kom je er wel. Alright. We gaan gewoon een pijl schieten. Je mag iedereen pijl schieten, maar die kleuren die je allemaal hebt geschoten, die doe je dan allemaal achter elkaar. Ja.
Binnenkort nieuw logo. Ik denk ik rock je oude nog even een keer. De run in Gendringen wel gezien waar Joey en Ruben als een beest door die mountainbars gingen. Joey, hoe zit het nou ongeveer? Hoe kun je zo in één keer doorpakken met die mountainbars? Nou, je hebt zeg maar een punt dat je als je hem wilt pakken, dan moet je je arm net even extra naar voren stoten zodat je iets verder komt. Dus als ik hang, als ik hier stil hang, kom ik er niet bij, maar pak ik hem met een stoot. En als je dat in één keer doorpakt, dan krijg je dus een snellere werking. Er is niet meer design naar achter nodig. Nee. Ik probeer. Ja, lekker man. Dat is hem. Netjes. Nice. Lekker. Dat is heel kort. Andere techniek te gebruiken is met dat. Dat doe ik niet. Joey Bakker maakt fout, jongens. Thank you.
hè? Ja, wel goed. Lekker Bas!